Dames en heren, het seizoen is afgelopen. Dat mag hij altijd met dames en heren, kerel. Het is gedaan, we gaan de wedstrijden simuleren die nog overblijven. Dus we kunnen tegen de Anderlecht, we gaan deze simuleren en... Ja. We gaan de match tegenstandaard ook in simuleren, want ja, wat voor nut heeft het als we ze nu nog spelen? Ja, dat is toch normaal dat we ze nu simuleren. Het heeft geen nut meer, geen enkel nut. Alleen maar tijdverlies. Ik moet een nieuwe carrière beginnen. Standaard, oké, we verliezen 1-0, oké, we winnen tegen Henk met 1-2, oké. Oké, we kijken even contract. Gilles is niet geïnteresseerd in een nieuw contract. Ja, bol het dan af, kerel. Treske, een nieuw contract geven, oké. Die was ook eerst niet geïnteresseerd, nu blijkbaar wel. Als ik hem als rotatiespeler doe, dus blijkbaar wel. Bestuur Anderlecht, maar waar staat die e-mail van? Je krijgt zoveel budget voor de titel. Die heb ik dus ook niet gekregen. Dus blijkbaar hebben ze het van FIFA 15 nog altijd niet update. Want ze zijn zo tamelijk lui van FIFA. Dat ze dus nooit update. Dan zullen ze kloten eraan vegen. Dat er op niks trekt. Kijk, de spelers zijn ook niet update. En mijn doelman, Dutois, heeft heel het jaar goed gekiept. Het minst staat dat één doelpunt. En die kerel heeft niks van omhoog. Dat is echt onrealistisch. Sorry, maar dat kan ik niet meer zeggen. Oké, dit was het seizoen. Dat ik wilde kijken. En FIFA 16 carrière mode trekt uiteindelijk op geen kloten. Op het einde trekt het op geen kloten, echt waar. Kijk, de spelers zijn niet omhoog. Je kunt ze toch niet allemaal gaan trainen, zie ik. En ja, hoe krijg je extra transferbudget voor de competitie dat we gewonnen hebben? Dus dat is echt kloten. Blijkbaar hebben ze nog niet veranderd van de basiscompetitie van de playoffs. Maar dank je voor het kijken. Dag. En hopelijk tot de volgende.